Hallo. 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 Goedemiddag allemaal. In naam van K3 en van Studio 100 heet ik u van harte welkom hier in Studio 2 van Studio 100. Wij hadden u gemeld dat wij groot nieuws hadden in verband met K3. En dat is ook het geval. En ik ga jullie niet langer in spanning houden. Ik ga meteen vertellen waar het over gaat. Klaasje heeft besloten om K3 te verlaten. Over het hoe en het waarom. En wie is Klaasje? Iemand die dat vraagt, die hoort hier eigenlijk niet te zitten. Maar goed. Klaasje is de blonde. Oké. Over het hoe en waarom geef ik heel graag het woord aan Klaasje zelf. Want wie dan zij anders kan beter vertellen waarom ze deze beslissing heeft genomen. Klaasje, het woord is aan jou. Ja. Na meer dan 5 prachtige jaren heb ik besloten om afscheid te nemen van K3. Het is een enorme stap, maar voor mij een heldere en doordachte beslissing, waarin ik gesteund word door het team van Studio 100 en alle mensen die dichtbij me staan. Allereerst wil ik aan jullie, de fans, mijn grote dankbaarheid uitspreken voor meer dan 5 jaar K3. De dansende en zingende kinderen tijdens onze shows, de duizenden tekeningen, cadeautjes, brieven en mooie verhalen heb ik allemaal in mijn hart gesloten. Het is met geen pen te beschrijven hoe overweldigend en bijzonder het is om invulling te mogen geven aan K3. De K3-shows, het dansen, zingen, presenteren en acteren, het is alles wat ik het liefste doe. Daarnaast ben ik Hanne en Marten en het geweldige team van Studio 100 enorm dankbaar voor alle ervaringen en momenten die ik in de afgelopen jaren met hen heb mogen delen. En ik zal deze de rest van mijn leven met me meedragen. Het K3-leven is fantastisch. Al voel ik dat het nu tijd is om mijn vleugels uit te slaan. Ik gun iemand anders mijn plaatsje binnen K3 en wil zelf op een andere manier invulling geven aan mijn leven. Zoals er voor alles een begin en een eind is, zo is nu voor mij het moment gekomen om verder te kijken en mijn horizon te verbreden. Ik ga Hanne en Marten enorm missen. Ja, we begonnen 5 jaar geleden, alle 3 heel onervaren aan dit avontuur. En meer dan 5 jaar later zitten we hier. We hebben ontzettend veel meegemaakt samen, heel veel gelachen, heel veel gehuild, van geluk meestal. En vooral genoten. En vandaag steunen wij Klaasje helemaal in haar beslissing. We hebben 2 woorden vandaag. Dat is dankbaarheid voor de mooie tijd samen. Want we zijn echt heel erg naar elkaar toegegroeid. Maar we hebben ook goesting in de toekomst. Want de toekomst is heel rooskleurig momenteel, zowel voor Klaasje als voor K3. Ja, wij gaan Klaasje natuurlijk heel hard missen, want wij zijn meer dan 5 jaar toch wel een beetje als zussen van elkaar geweest. Maar Hanne en ik, ja, wij hebben niet het gevoel dat we al willen ophouden hiermee. En wij hebben echt nog wel zin om door te gaan. En daarom hebben wij ook beslist, samen met Studio 100, om K3 verder te zetten. Ja, dus dat is sowieso ook goed nieuws. Lieve Hanne en Marten en Studio 100. Ik ben jullie dankbaar voor het begrip dat er is en de wederzijdse vertrouwensband om dit naar een prachtig einde te leiden. Volgens mij kan het naast elkaar bestaan. Vooruitkijken en omkijken. Een nieuw begin en afscheid nemen. Voor mij wordt dit een afscheid in dankbaarheid. En voor ons allemaal een nieuw begin met frisse energie. Wat de toekomst brengt, dat weet niemand. Graag wil ik blijven acteren en presenteren, want daar word ik heel gelukkig van. Ook zal muziek een rol blijven spelen in mijn leven, omdat mijn hart daar ligt. Via mijn sociale media zal ik jullie op de hoogte houden van wat ik ga doen. Ik kijk positief uit naar een toekomst waarin ik mijn eigen weg zal gaan en waar K3 door zal gaan met een nieuwe, frisse wind. Gelukkig heb ik nog een jaar om van alles bij K3 dubbel en dwars te gaan genieten. En dat ga ik dan ook echt met heel mijn hart doen. Ja, ik ben er. U hoort het zelf, Klaasje stopt natuurlijk niet vanaf vandaag. Er stond nog van alles gepland. Er stond nog een grote K3-tour op de agenda, die natuurlijk gezien de
corona-omstandigheden is uitgesteld en wij hopen die zo snel mogelijk te kunnen aanvatten. En dat wordt meteen dan een soort afscheidstour van Klaasje. En er is natuurlijk ook nog de film met K3, die ook nog ligt te wachten op een toprelease tot de tijden iets rooskleuriger zijn dan die van vandaag, De Dans van de Farao. Maar u heeft het gehoord, K3 gaat voort en wij gaan dus op zoek naar een opvolgster voor Klaasje of een opvolger. U heeft het goed gehoord, degene die de plaats van Klaasje zal innemen, kan ook een jongen zijn. Dus iedereen die ouder is dan 18 jaar, goed kan zingen en goed kan dansen en zich geroepen voelt om de plek van Klaasje in te nemen, die roepen wij op om zich aan te melden. En dan hopen wij uit die grote aantallen aanmeldingen een waardige opvolger of opvolgster voor Klaasje te kunnen kiezen. Dank u wel. Dit was het wat het officiële gedeelte betreft. Hebben we nog een klein filmpje of niet? Hebben we geen filmpje?